Nou, we hebben wat verhalen van Millingen op een rij gezet. En vooral verhalen van mensen zelf. Niet verhalen over mensen, maar verhalen van mensen. En we staan hier op de plek waar zij in oktober 1944 hebben moeten oversteken. Op een iets andere manier dan dat wij nu oversteken, denk ik. Maar met roeiboten en met van alles. En ja, wat mij vooral getroffen heeft in de verhalen, zijn de verhalen van de meisjes die 12, 13 jaar oud terugkwamen. Ik heb zelf in het onderwijs gezeten en die kinderen werden in de klas gezet en moesten opschrijven wat ze hadden meegemaakt. Tegenwoordig zou er misschien een heel leger van psychologen dus op losgelaten worden. En daar kreeg ze nog een punt voor ook. Ja. Dus dat is heel apart. En we kregen steeds meer van die verhalen binnen. En die, toen was dat een mooie gelegenheid om bij 75 jaar bevrijding een mooie bijeenkomst te beleggen en daar een boek voor te maken. En geen rekening te houden met corona. Dus ja, toen hebben we zonder bijeenkomst en dankzij corona alleen het boek gemaakt. En dat hebben we eigenlijk voor het dorp gemaakt. U hebt hem al gelezen, want u hebt hem al een keer van ons gehad. Ja, zeker. Ja. Maar ik neem hem graag nog een keertje officieel in ontvangst. Ik weet niet wat u er verder van gevonden hebt. Ja, nou, ik zal er graag nog wat over zeggen. Want inderdaad, ik krijg hem zo dadelijk dan officieel aangereikt. Maar ik heb het natuurlijk ook al kunnen lezen. Ja, wat mij getroffen heeft, is eigenlijk dat al die verhalen bij elkaar, deels dagboeken, deels schoolopdracht, deels herinneringen van veel later, prachtig afgewisseld met originele foto's, documenten, maar ook tekeningen, dat die eigenlijk met z'n allen een prachtig beeld geven van wat jong en oud samen ervaren hebben in die moeilijke dagen, toen ze eigenlijk snakkend naar de bevrijding, de hele oorlog al gehad hadden, ineens op het allerlaatste nog met z'n allen weg moesten. Wat dat betekende. Ik vond het prachtig ook om te lezen. En wat ik nu iedere keer in Millingen merk, dat gevoel van eigenheid, onder elkaar zijn, dat gevoel voor Millingen, dat het toen niet anders was. En ik vond het mooi om te lezen dat mensen dan hier, niet eens zo heel ver vandaan in Herwen en Aard, op de dijk stonden en toen het laatste stukje van de Millingse kerktoren konden zien. En dan denk ik, ja, nu zijn we echt weg. En dan verder trekken, denkend, nou, het is voor 14 dagen, misschien iets langer. En dan uiteindelijk ruim een half jaar, 7 maanden, 8 maanden weg zijn. En niet weten wat er ondertussen gebeurt. En wij weten dat er heel wat gebeurd is. Van plundering, brandstichting, inundatie. Eigenlijk dat dorp, dat was weg heel snel. En zij wisten het niet, moesten af en toe eens wat horen. En hebben al die maanden moeten wachten, veel doorgemaakt, om langzamerhand weer terug te komen. En dan zie je dus, het is een ander verhaal, dat ze dan vanaf Lobit kunnen zien dat de beschadigingen aan de kerk zo groot zijn. Dan horen ze dat er brand is geweest in het pensionaat, alles onder water heeft gestaan. Mensen die hun kostbaarheden, dierbare dingen onder de vloer hebben verstopt in de hoop dat de moffen het niet zouden vinden. En uiteindelijk is alles natuurlijk door het water vernield. En dat dorp wat ze verlieten, daar was er niet meer. En ze moesten samen weer verder. Nou, dat is op een fantastische manier vastgelegd. En dit zijn verhalen van mensen die eigenlijk wegraken op enig moment. En het is ontzettend bijzonder dat jullie dat verzameld hebben. Het blijft bewaard. Millingen is toch al heel gelukkig in zijn geschiedschrijving. Naast dat prachtige Millingsjaarboek, ieder jaar komen er allerlei mooie boeken bij. Ik noem maar het boek over de kerk van Pater Span. Maar nu ook dit weer, wat zeker een ereplaats in de rij krijgt. Dus van harte proficiat met dit mooie boek. Dat ik eigenlijk aan iedereen in Millingen van harte kan aanraden. Koop het, ga het lezen. En dit mag bij niemand ontbreken. Dan mag ik u bij deze het exemplaar overhandigen. Zeker, dankjewel. Ik mag geen handen schudden. Nee, ik heb het met heel veel plezier gelezen en nogmaals, ik denk dat jullie hiermee een fantastische bijdrage hebben geleverd aan de geschiedschrijving van Millingen. En wat een van de mooiste dingen is, het is niet een vreemde die is gekomen om het verhaal over Millingen te vertellen, maar het zijn verhalen van de Millingenaren zelf. En dat is eigenlijk het mooiste. Misschien kan ik er nog aan toevoegen, wij zijn vorige week aan de overkant in de buurt van Winterswijk en zo geweest. Daar leeft dit nog enorm, we hebben heel snel van die boeken weggebracht. Een heleboel mensen die daar nog leven, die weten nog de tijd van toen. Vanuit Zeeuwent en zo. Ja, en dat hoor ik dan ook wel, dat die contacten ook nog steeds vaak jarenlang aangebleven zijn. Ja. Dat toen het weer kon, mensen elkaar zijn blijven opzoeken, omdat die dankbaarheid van ergens toch terecht kunnen, terecht heel groot is. Ja. En mensen kwamen natuurlijk vroeger hun dorp ook niet zo vaak uit, dus om eens daar te zijn,
ja, dat heeft natuurlijk onuitwisbare indruk gemaakt. Ja, en hebben ze hun hele leven met zich meegesleept. Ja. Tot de dag dat ze overleden. Ja, en nu is het gewoon geboekstaafd. En, ja. Nou, ik hoop dat iedereen die het leest er heel veel aan heeft. En we hebben het als vereniging met heel veel plezier gemaakt. Ja, nou, ik zou zeggen op naar het volgende project. Ja, dank u wel. Goed.